Als we naar jouw aantal wedstrijden kijken, dan lijkt het alsof jij dit seizoen een bescheiden rol speelt bij Ajax. Maar als ik naar de topscorerslijst kijk, dan sta je er gewoon tussen. Ja, klopt. Ik denk dat qua goals gaat het goed. Qua minuten af en toe wat minder. Maar die minuten die je krijgt probeer je optimaal te benutten. Kun jij je vinden in je huidige rol? Nou ja, kijk, ik weet dat de trainer keuzes moet maken. En daar is hij ook voor aangesteld, dus dat moet hij ook doen. En natuurlijk wil je zoveel mogelijk spelen. Dat lijkt me duidelijk. Tot nu toe denk ik dat ik wel wat minder minuten gemaakt heb dan bijvoorbeeld vorig jaar. Maar we gaan zien. Het eerste seizoen zelf is nog niet ten einde. Stiekem heel klein lachje. Je vindt het wel een beetje lastig te accepteren, hè, deze rol? Nee, ik vind het niet lastig te accepteren. Ik lach toch, dus... Ja, zo, ik heb het gevoel dat er een beetje iets achter zit van ik wil wel meer spelen, maar goed. Ja, dat zei ik toch ook. Ik zei, qua minuten is het wat minder denk ik dan vorig jaar, maar... Qua goals denk ik gaat het wel goed. Dus wat dat betreft ben ik wel tevreden. Qua minuten wil je natuurlijk altijd meer als speler zijn. Dus dat is logisch. Nog even heel iets anders dan voetbal. Je bent laatst in Amsterdam in een oranje pak gesport. Wanneer kunnen we je verwachten in het jachtseizoen? Oh, dat is in december. Volgens mijn laatste aflevering. Ja, kun je al iets loslaten? Was het een leuk avontuur? Het was leuk om te doen. Kinderen die kijken dat vaak. Dus... Dat is wel leuk om daaraan mee te doen. En was wel aan het begin even wennen, maar uiteindelijk was het wel leuk om even de bad guy te spelen. Ja, we willen natuurlijk niet spoileren, maar ging het je goed af? Uit de handen van stuk blijven? Daar kan ik niks over zeggen.